ik ben met Sky op kamer. Ik ga een sessie Q&A opnemen. En ik wilde eigenlijk eerst lekker mijn haar wassen, want ik vond mijn haar echt heel nodig wassen. Ik wou mijn haar gaan wassen, ik dacht lekker haarmaskertje, ik dacht gewoon ik ga alles regelen. En toen zag ik die vragen binnenkomen en ik dacht ik moet ze nu beantwoorden, want ze zijn zo leuk. Oké. Hey Jade, ik heb na seks heel erg last van opgezwollen schaamlippen en een brandend gevoel. Wat kan ik hier tegen doen? En heb je ook tips tegen vaginale scheten tijdens seks? Zo awkward. Vaginaal scheten. Ik kan er zo om lachen. Weet je, het is, iedereen heeft ze, het gebeurt gewoon. En ik zeg je eerlijk, zolang je er een beetje om kan lachen, dan is de seks ook wat leuker en vrolijker en grappiger. Maar als het awkward is, is het gewoon awkward. Een vaginaal scheet gebeurt gewoon. Je pompt lucht naar binnen door een verkeerde hoek. Zeker op z'n hondjes, zeg maar. Dan zit je gewoon in een bepaald hoek, dan pomp je lucht mee naar binnen. En dat lucht, ja, die lucht moet er ook weer uit. En dan heb je wel eens een hele awkward, harde vagina scheet. Ik ben daar heel goed in soms. Dus ik zeg soms ook gewoon heel droog. Oké, even wachten. En dan even afstand. En dan kan je verder. Maar het zijn geen darmgassen. En ja, het is heel, ja, het hoort er gewoon echt bij. Ik kan er altijd vreselijk om lachen. Want dat breekt lekker een beetje de sfeer. Ik vind dat leuk. Even kijken hoor. Is het zo dat je zwanger kan worden van voorvocht? Op internet staan zoveel verschillende dingen. De een zegt dat het makkelijk kan. De ander zegt niet dat het niet kan, tenzij de man niet heeft geplast na zijn vorige zaadlozing. Ik weet niet wat ik moet geloven. Vriendinnen van mij hebben gewoon seks en doen het voor het zingen de kerk uit. Maar is dat wel zo veilig? Nee, is niet veilig. Nee. Want je weet maar nooit, weet je. Misschien is er nog één zo'n zaadcelletje. En ben jij super vruchtbaar. Dat ene zaadcelletje, dat schiet precies zo. En er zijn zoveel vrouwen zwanger geraakt. Er zijn zoveel op de hele wereld. Zijn er zoveel vrouwen zwanger geraakt. Gewoon voor het zingen de kerk uit. Dat doen ze de hele relatie lang. En toch raken ze een keer zwanger. En ja, je weet het gewoon niet. Ik zou het gewoon niet doen. Ik heb liever dan de pil of een condoom dan dat ik ineens zwanger ben en met de spanningen zit van zwanger worden. Kijk, van pijpen word je uiteraard niet zwanger, dus heb je veilig seks en ben je allebei getest. Alles op en eraan, dan kan je prima pijpen en dan doorslikken als je dat zou willen en dan word je niet zwanger van. Maar voor het zingen de kerk uit zou ik niet doen. Ik zeg je eerlijk dat ik het vroeger wel eens gedaan heb en nu ik wat ouder word denk ik alleen maar... Wow, straks word je ineens zwanger, want je wordt wat wijzer. En dan pas ben je daar gewoon zwanger door voor het zingen de kerk uit. En je gaat voor het zingen de kerk uit omdat je echt niet zwanger wil worden. Dus ik zou het gewoon niet doen. Je kan er gewoon zwanger van raken. En misschien klopt het wel dat je gewoon inderdaad na de laatste zaadlozing moet plassen. En dat dan alle resten eruit zijn. Maar stel je voor, dadelijk ben je zwanger. Dat is het niet waard. Dus doe het niet, is niet veilig. En gewoon niet doen. En daarbuiten zitten er ook nog SOA's bij je. Dus niet alleen zwanger raken. Je kan er ook SOA's van krijgen. Dan deze. Dit is sowieso weer een funzig iemand. Sorry dat ik je zo noem. Maar jij wil gewoon wat weten van mij wat niet nodig is. Maar ik ga hem toch even voorlezen. Heb je wel eens een jongen een rimjob gegeven? Dat is dus anaal peffen. Je kont gaat likken. Of ga je dat in de toekomst nog doen? Who the fuck cares? De meeste mannen vinden het heerlijk. Nou, dat moest er echt, dat moest erbij. De meeste mannen vinden het heerlijk. Nou, ten eerste zou ik een vrouw ook niet echt aan de kontgat gaan zitten likken. Weet je, misschien in het moment van van hitsigheid en zo. Dat je dan denkt, nou, ik ga je echt je kontgat likken. Maar ik heb gewoon nooit het gevoel gehad van, ik moet je kontgat likken. Totaal niet. Ik vind een prostaatmassage is iets anders. Doe ik ook niet. Maar dat vind ik toch nog anders dan aan iemands kont gaan likken. Alle vuile dingen daar. En mannen hebben nogal een beetje haar. En ik weet niet. Een mannenkontgat vind ik misschien zelfs nog wel ietsje viezer dan een vrouwenkontgat. Vraag me niet waarom, maar zo denk ik daarover. Maar ja, nee. Ik heb dat nog nooit gedaan. En het staat ook niet op mijn bucketlist. Ik ga gewoon een man geen rimjob geven. Gewoon omdat ik aan niemands kontgat wil likken. Dat is voor honden. En als jullie onderling je kontgat wil likken, alsjeblieft lik je kontgat en elkaars kontgat. Maar ik vind dat gewoon meer een ding. Ja, nee, dat hoeft voor mij niet. Dan ga ik even kijken of ik nog wat nieuwe heb. Want ik ga er wel heel snel doorheen.
Oké, er is weer een binnengekomen. Hey Jade, ik heb een vraag voor je sex Q&A. Namelijk of je een beetje kan uitleggen hoe je moet aftrekken en pijpen bij een jongen. Zelf ben ik een meisje van 16 en ik heb bijna een vriendje. En ik heb geen idee hoe die twee dingen moeten. Hopelijk kan je me helpen. Vind je video's altijd super lenig, maar dat zal super handig zijn. Ja. Het is eigenlijk zo makkelijk. Oké, een paar basisdingen. 1. Hou het nat. Pijpen of trekken. Hou het nat, dat ding. Weet je wel, als het niet nat is, gaat het schuren. En dat wil je niet hebben. Dus sowieso, hou het nat. 2. Een voorhuid zit vast. Je hebt een toompje. Dat zit zeg maar als... Stel je hebt zo'n leuter. Nee, laat ik het anders zeggen. Je kijkt naar die leuter. En dan aan die kant, aan de onderkant zeg maar, als die omhoog staat, zeg maar, aan de voorkant dan voor jou. Daar zit het toompje. Daar zit de voorhuid aan vast. Dus tweede voorhuid zit vast. Ram niet dat ding zo pat naar beneden. Want dat heb ik wel een keer gehad. Want ik dacht, oh, er is een jong. Ik had ooit een keer een jongen en die was opensneden. En toen dacht ik, oh, daar zal het ook wel los zitten. En toen deed ik rats. En dat was niet de bedoeling. Een voorhuidje zit vast. Je moet hem zeg maar rondmasseren. En doen. En ja, oké, hij zit vast. Kijk, hij zit vast. 3. Doe het altijd. Begin gewoon rustig. En daarmee bedoel ik te zeggen... gewoon rustige bewegingen. Dan merk je aan hem heus wel hoe dat zit. En het is altijd prettiger om het opbouwend te doen. Het is net als bij jezelf. In één keer, weet je, dat kan wel soms. Maar ja, als je met twee bent, moet je het even opbouwen. En dat is gewoon handiger. Dus bouw het rustig op. Begin niet meteen als een debiel, als een pik te shoren. Want daar wordt hij ook niet vrolijk van. Maak er een beetje een leuk moment van. Dus dat waren eigenlijk 3 punten. En we pijpen gewoon geen tandjes. Geen tandjes, jongens. Gebruik geen meiden, jongens, maar geen tandjes. Doe desnoods gewoon je lippen om je tanden heen. Dat is, ja, dan ga ik wel heel ver in detail eigenlijk. Maar je moet je lippen om je tanden heen doen. En eigenlijk kan je dan ook nog een soort van bijten op je lip, waardoor je kracht zet op die leuter. En op die manier kan je een beetje alles leuk aanpakken. En wat je ook kan doen, maar dat is weer bijzaak. Alles moet zachtjes, alles moet rustig en het moet opbouwend en je moet geen pijn doen en het moet nat zijn. En wat eigenlijk ook, soms kan je wat leuk met die ballen doen. Maar dat is zeg maar de kerst op de taart, dat is niet belangrijk. Maar je kan wel even gewoon zo aan die ballen en dan merk je vanzelf of je dat leuk vindt, ja of nee. Dus hou het nat en rustig en dat komt eigenlijk helemaal goed. En dan vind ik eigenlijk ook wel dat ik nu genoeg vragen heb beantwoord voor de Q&A. Want ze moeten niet te lang gaan duren. Mensen, meiden, jongens, dankjewel voor het kijken. Doe het altijd veilig met condoom. En doe het op een respectvolle manier. En gedraag jezelf als een respectvol iemand. En beschouw jezelf als iemand die wat waard is. En tot de volgende video. Later!